Max de Pullen, mede-oprichter van, of organisator van dit platenfestijn. Hoe kom je zo gek? Ja, het idee ontstond eigenlijk bij de platenzaak Vinylparadijs in Geesteren. Ik had het met eigenaar Bart Hasselbecker over dat er in Almelo niets was. En toen zei hij, nou, we kunnen wat organiseren natuurlijk. Nou, zo is het gekomen. Dus ik kende Jeroen Bos hier van het Stadslab ook. En zo hebben we het met z'n drieën hebben we het bedacht. En platenverkopers hebben we uit het hele land. Er is ook iemand uit Engeland. Er zijn een aantal mensen uit Duitsland. Dus ja, we hebben een heel breed aanbod ook. Nou, Bart Hasselbecker die doet heel veel met platen. Dus die kent heel veel handelaren. Die heeft de handelaren benaderd. En ze waren allemaal heel erg bereid om hier naartoe te komen. Ook al omdat er hier in de omgeving zo heel weinig te doen is op het gebied van vinyl en platen. Is dit uit een handgelopen hobby? Of? Altijd gespaard, zeg maar. Alles wat normaal is. En wat ik dubbeld heb, dat doe ik er allemaal uit. Komt u vandaan? Apeldoorn. Is er veel vraag naar normaal? Ja, op sommige plekken. Deventer, Almelo, in de Achterhoek, Doetinchem. Maar gisteren heb ik in Groningen gestaan. Ja, dat wil het ook. Maar neem je het mee naar Amsterdam of Utrecht, is het weer minder. Ja, die begrip dat ook niet, hè? Nee, die begrippen dat niet, nee. Bart Hasselbecker, mede-organisator van dit festijn. Klopt. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het goed gaan. De opkomst is goed. Er stonden ruim 200 mensen voor de deur. Dus ja, wat wij gehoopt hadden, dat wordt ook waargemaakt eigenlijk. De eerste 150 mensen kregen een tasje. De eerste 100 met een platenbon van ons van de Vinylparadijs erbij. En de 50 kregen met de plaat erin en een cd. Nou, we hebben vanmiddag nog twee bandjes hier. Dus het wordt ook gezellig. Live muziek en dan Eagles coverband. En we hebben iemand wat zo door het publiek heen loopt. Martin Remblin is dat. Kijk mee, want ik zou kunnen maken 55, 75, 100, 150. Mijn naam is Donald van Bijt en ik kom uit Spijkenisse. Het ligt zo'n beetje 20, 30 kilometer vanaf Rotterdam, onder Rotterdam. Ik vind die fantastisch, leuke mensen. Ja, je komt een hoop andere mensen tegen en ja, het is leuk. Ik kom overal, Limburg, Groningen en nu in Armelo geloof ik en Hengelo. Dus, ja, het bevalt me hier uitstekend. Maar ik kan de mensen ook een hoop mooie spullen aanbieden qua singles en LP's. En ik doe het al een paar jaar. Dus, Kijk, verkoop je ook van die hele dure of niet? Ja, ik verkoop ook best wel wat duur spul. Maar hele dure gaat meestal in mijn internetwinkel. Maar ik heb hier, wat je dus al ziet, al bepaalde leuke items hangen. En dat gaat ze nu dan, dan wordt er wel eentje weggekocht. Je moest vanmorgen al vroeg op. Heel vroeg op, maar gisteren stonden we in Groningen en we hebben nu een huisje afgehuurd in Armelo. Dus dat viel mij, dus dat was een half uurtje bij.